En dan heb je ook nog een cursus. Ja. Uh, hoe heb je dat opgezet? Ja, uh, dat was ook leuk. want Heet die ook Blondjes Beleggen? Nee, die heet anders. Die simple, heet Super Simpel Beleggen. Super Simpel Beleggen. Ja. Waarom niet uh, Blondjes Beleggen Beter Online of zoiets? Uh, nee, ja, weet je, ik wilde dat eigenlijk uit elkaar trekken. Okay. Want dan heb je een blog dat heet Blondjes Beleggen Beter. Dan heb je een boek ja. dat zo heet. Ja. ja, plus je roept dan misschien alleen maar blonde mensen aan ook. Want dat weet je natuurlijk niet, ben ja, je online cursus. En, super simpel beleggen heet het. Ja, en ik wilde ook, kijk Blondjes Beleggen Beter. bijvoorbeeld het boek... dat gaat eigenlijk grotendeels over hoe ben ik zelf gestart met beleggen... en ik beleg dan in individuele aandelen. En waarom ja. had ik dat aandeel gekozen en ja, ja, wat precies. ging er mis en dat soort dingen. En die cursus is eigenlijk meer gericht op echt de makkelijkste manier van beleggen. Dus vandaar die titel, Super Simpel Beleggen beleggen in ETF's en dat maandelijks doen. Nou en dan gaat het heel erg over uh, hoe kies je dan welke, in welke ETF's je gaat beleggen en uh, uh, hoe lang blijf je het doen en waar, hoe kun je ze vergelijken en wat zijn zeg maar de basisprincipes achter? Uh, Goed beleggen en hoe kun je het doen in zo weinig mogelijk tijd met zo weinig mogelijk energie ook. Maar jij, jij bent niet een uh, geschoolde, net zoals ik ook niet overigens hoor... maar uh, geen docent en zo en geen nee. trainer. Dus, nee. uh, en je hebt soms zeg maar, uh, kenmerken... je door prachtig chaotische karaktertrekken. Noem <laughs> ik het. <laughs> ik vind dat af en een compliment. Is geen probleem. Uh, maar creatief. dus de, uh, ja creatief <laughs> dat is. hem. Uh, dus, dus vandaar mijn vraag zeg maar, hoe heb je dan zo hoe heb je dat vormgegeven? Wat zit erin en hoe lang heb je erover gedaan en hoe heb je dat aangepakt? Ja. Nou, want dat is best een grappig proces geweest. Ja. Want uh, mijn boek was natuurlijk uitgekomen en in eerste instantie, bij de eerste druk, uh, zou ik dan een gratis uh, mini-cursus uh, daarbij hebben. Uh, nou, die heb ik ook wel gemaakt, uh, maar dat waren dus maar een paar video's. En die kreeg je dan als je de eerste druk van het boek kocht. En toen. Was dat dus allemaal al gedaan. En toen, bam, was corona. Dus alle sprekersklussen, dagvoorzitterklussen, die vielen weg. Ja. Uh, TV was ook even niet meer, dus ik zat thuis. Um, en toen dacht ik, ja, nou heb ik al een boek geschreven. Heb ik ook al een aantal video's met uitleg. Kan ik dit goed ook een cursus maken? Ja, zo is dat gegaan. Hmm. Dus uh, voor mij is dat juist een hele drukke periode geweest. Maar wat, wat, wat was, wat, hoeveel? Even praktisch, wat zit er in die cursus? Zit er, zitten er vijf video's in of honderd? Of nee, of inmiddels tien, of? Wel, uh, wel veel meer. Maar ik ben hem ook opnieuw aan het maken. Ah. Uh, ik, dus ik heb een aantal, ja, je zou kunnen zeggen, een soort van basislessen. Uh, dat zijn er een stuk of tien. Dat zijn video's? Dat zijn video's. En dan kletje je in de camera of zit er ook ook grafische uh, schizzel? Met, met een presentatie. Dus ik heb mezelf opgenomen met een PowerPoint-presentatie... en mezelf klein in de hoek. Allemaal gelukt, allemaal zelf gedaan. Ja, maar ja, dat kan dat. Ja, Jullie webinars en zo allemaal ook, toch? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, het is natuurlijk altijd even uitzoeken... van wat is dan uh, de wat fijnste de manier is voor en, jezelf... Ja. Uh, dus dat zijn die video's. Maar dan heb ik daarnaast ook nog uh, gesprekken met uh, zeg maar externe experts Aha. over aparte onderwerpen, die eigenlijk niet echt in de cursus horen. Ja, slim, want je hebt je netwerk natuurlijk ook van experts. Ja, en ik vind het ook leuk, want ik, en ik merkte ook van mensen hebben zoveel vragen over beleggen, die willen niet alleen. Grotendeels wel alleen over beleggen in ETF's. Maar ik heb bijvoorbeeld ook video's opgenomen over uh, dus met externe experts, over uh, uh, nou beleggen met turbo's bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus van die hefbonen instrumenten, Of uh, met um, uh, René Lambeau van Porte René over uh, hoe zij uiteindelijk haar, uh, haar uh, schuld uh, van haar hypotheekschuld toen heeft weggewerkt. Mm. Nou, dat is ook leuk. En ook ja. om te horen van hoe ga je nou ja. om met je geld. En, He, hoeveel spaar je en hoeveel beleg je en hoe doe jij dat? Hm. Dus dat zijn allemaal bonusvideo's uh, ja. erbij. En daarnaast heb ik ook een Excel-sheet waarmee je je portefeuille kan bijhouden en uh, nog oh, okay. een, uh, een kleine PDF. Ja, maar dat had ik niet allemaal in het begin. Nee. Want jij vroeg net van hoe heb je dat nou opgezet? Ja. En weet je, het was voor mij dat ik dacht: oh, ik ga dat gewoon doen. En toen. Uh, uh, Kwam ik uh, eigenlijk via Aart-Jan van Erkel? kwam het idee bij mij terecht van: doe een beta-lancering. Want dat helpt wel echt enorm als je uh, geneigd bent, zoals ik. Uh, je in te graven en ja. het uiteindelijk bijna niet meer klaar krijgt. Ja. Uh... En dan kun je dus tegen mensen zeggen: Van uh, ik doe een beta-lancering. Ja. Ik heb geen idee of het goed of uh, leuk wordt. Maar als je nu meedoet, dan kan je tegen een laag bedrag. En dan heb je ook nog wat invloed. En uh, vanaf dan en dan komen dan de video's online. Dan kun je ook nog reageren. En als ik wat vergeten ben, dan kan ik wat extra's uh, doen. En met hoeveel mensen heb je dat toen gedaan? Was, is dat dan een klein clubje die, die beta-leden nog nee, even? Nee, dat waren. Nou ja, het hangt groot, klein, net hoe je het ziet. Maar dat waren alweer tegen de 500 mensen die daar meededen. Uf. Ja, ja. Hey, en uh, is die cursus een eenmalig bedrag dat ik betaal? Of is het een abonnement? Het is een eenmalig bedrag. Maar je hebt een jaar toegang. Maar ah. het stopt automatisch. En als je wilt verlengen, dan krijg je aan het einde een mailtje. En dan moet je dat zelf doen. En dat doe ik omdat ik zelf echt een spuughekel aan heb. Ja, dat ik iets doe. En dan uh, ben ik weer te laat. En dan poef zit ik weer voor een jaar ergens. Ik vind aan het een van. hele slimme. Dus je zegt van het is een eenmalig bedrag. heb je volledige toegang tot de hele shebang. Maar het is een jaar lang. Ja. En daarna ja. houdt het op aan het eind van het jaar houdt het op. Ja. Ja. Dus Kun je als... wel verlengen als je wil. Maar dan betaal je, en je. niet. En ja. dan betaal je gewoon weer hetzelfde dan bedrag be... van jaar jaar? Nee, dan, een... dan betaal je niet hetzelfde bedrag, dan betaal je een lager bedrag. Ah, oké. Okay. Ja. Dus je beloont ja. mensen die langer willen blijven hangen. Ja. Ja. En jij werkt en komt er continu nieuw materiaal bij? Ja, er komt uh, nu elke week of elke week, elke maand. Uh, neem ik een, uh, een portefeuille-update op? Dus dan beleg ik weer 500 euro in ETF's die ik heb uitgekozen. Daarbij komen ook allerlei updates van, oh ja, let hier even op en, en daar even op. Of als er iets veranderd is, als ik een ETF bijvoorbeeld niet meer wil hebben, dan vertel ik dat ook in die video. Dus die is één keer per maand. En ook één keer per maand is er een, uh, een live QA waar zeg maar, de VIP-deelnemers van de cursus aan mee kunnen doen. Wie zijn dat dan? Ja, je kan kiezen of je basic of VIP doet. En als je VIP doet, dan je kun je mij bij. vragen stellen. En dan krijg je dus ook die live Q&A's. En dat doe je maandelijks? En dat doe ik elke maand. En hoeveel ja. mensen komen naar kijken, luisteren? Uh, live, niet ja. zoveel. Dat varieert, maar dan is het uh, maximaal tien. Okay. Um, en de meeste mensen kijken dat terug. Maar ze kunnen ook van tevoren uh, vragen insturen oh, okay. die ik dan meeneem. Interessant. Ja. Ja. En wat kost zo'n cursus? Uh, nu nog... <laughs> Uh, de, de basic kost 99 euro en dat is ook inclusief btw. Want ik haat het ook altijd. Weet je, ken je dat? Dan koop je iets. Uh, online en dan is het 99 euro. En dan ineens uh, ga je afrekenen en staat er 130. Ja, de, ja, ja, nee, ik ben natuurlijk. Dat, dat ligt eraan welke pet. Als ik zakelijk dingen doe, dan weet ik dat het altijd X is. Oh, ik heb er altijd een hekel aan. Ja? Ja. Oké, okay, dus je ja. hebt 99 euro uh, uh, ink. Inclusief, en de VIP? En uh, de VIP is uh, 2,79. En ik ben het helemaal opnieuw aan het maken. Want weet je, die VIP-mensen hebben ook uh, recht op twee keer per jaar een persoonlijke call met mij. Oh. Ja, en ik geef geen advies, maar weet je, soms kunnen mensen dingen niet vinden. Of ze, ze komen ergens niet uit. Dan kan ik wel eens even meedenken. Het is ook wel eens zo dat ik tijdens zo'n call met iemand ook wel eens uh, zeg: van uh, jij moet eigenlijk helemaal niet beleggen. Lijkt me niet verstandig. Mm. Ik heb wel eens iemand gehad die was. Helemaal eigenlijk, ja, ik zag het gewoon door het beeld heen, want dat is dan via Zoom. Maar die was helemaal in de stress. Die had geld geërfd, kwam zelf uit eigenlijk een, een bijstandssituatie, had plotseling een flink bedrag en een huis. En uh, ja, jeetje, maar ja, dat bedrag, dat moest wel belegd worden, want dat deden haar ouders ook altijd. Mm. En uh, uh, toen zei ik, ja, maar ja, wat wil je er eigenlijk mee? En. Uh, uh, het, weet je, als jij er zo onprettig bij voelt, want die was ook heel bang van, oh, dan ga ik het verkeerd doen, mm. is natuurlijk ook gewoon een keuze om dat niet te doen. En ga dan lekker gewoon spaargeld even verstandig spreiden over ja. Uh, ja. verschillende rekeningen, ja. zodat je onder het depot zit. Zo, want zoveel was het. Zoveel was het. Ja. ja, ja. ja. En ze zei ik van, uh, jij hoeft niet meer, uh, weet je, je kan hier al van ja. met pensioen. Ja. En nou, dat was ook eigenlijk wat ze dus aan het doen was. Want, maar dan gaf je een klein beetje advies. Want, want hoe lastig is dat? Want, jij, want jij, ik neem aan dat jij 16.000 keer disclaimt van... Uh, ik, uh, ik vertel Ja, dingen dat maar je... is wel uh, lastig. Ik probeer daar heel scherp op te zijn. Uh, kijk, ik geef mijn mening daarin. Mm -hmm. He, als ik tegen haar zeg van... Je kan er ook... Ik geef een keuzemogelijkheid. Ja. Ik zeg goh, je, je bent nu... Je wil beleggen, maar waarom? Weet je, denk er eens over na. Waarom ja. wil jij dat? En uh, heb je er ook wel eens over nagedacht dat niet beleggen, maar gewoon sparen dat dat ook een keuze dat is? Dat dat ook een mogelijkheid ja. is. En weet je, ik zag ook die schouders zo van oh ja, oh, oh ja. ja. Dus ik heb niet gezegd, want daar ligt natuurlijk de lijn: jij moet niet ja. beleggen. Of als ik jou was, dan zou ik ja, ja, ja. ja. En dat is uh, kijk, met beleggen en beleggingsadvies. Ja. Ik mag dat sowieso niet geven, hè, want ik ben geen professional, dus ik kan geen individueel advies geven. Dus ik probeer dat ook uh, echt heel duidelijk altijd te maken uh, en, en dus ook niet te zeggen: uh, jij moet dit kopen. Mm. Ik probeer altijd wel een beetje met mensen mee te denken van: uh, goh, maar wat is je doel en hoe lang wil jij eigenlijk beleggen? Mm. En, uh, waar beleg je nu dan in? En heb je er wel eens over nagedacht dat als je alleen maar in aandelen belegt uh, of in een aandelen-ETF, mm -hmm. dan is het risico wel groot. Mm -hmm. uh, groter dan wanneer je uh, ook bijvoorbeeld uh, een andere beleggingscategorie, zoals obligaties, ja. erbij aan heeft. Uh, maar, ja. maar nooit over nagedacht om dat één op één dan dus juist niet te doen. En ik kan me ook voorstellen als jij straks, uh, weet ik veel, 10.000 uh, VIP-leden hebt. en die maken allemaal gebruik van uh, twee keer per jaar een colletje met, uh, met Janneke. Ja. Doen. Dan zit jij, uh, tel maar uit, zit jij, uh, zit jij 2000 colletjes te doen uh, per jaar? Ja, als dat gebeurt, <laughs> dan ga ik het wel beperken natuurlijk. <laughs> maar ja, weet je, je kan natuurlijk... Je hebt daar allemaal online tools voor, hè? Calendly bijvoorbeeld gebruik ik. Dus ik geef me beschikbare tijden aan. Mensen nee. kunnen zelf via de kalender of uh, agenda een uh, afspraak met mij inplannen. Uh, en op het moment dat het zo uit de hand loopt, dat ik echt alleen nog maar... Uh, zou moeten zitten bellen, omdat ik allemaal mails krijg: van mm -hmm. je bent ook nooit beschikbaar. Mm -hmm. uh, dan heb je ook een ja, dan problemen. moet ik wat gaan aan, uh, aanpassen. Ja. Mocht je nou met beleggen wat stappen wil gaan zetten, nou, dan weet je na het luisteren van dit gesprek prima waar je moet zijn. Uh, heb je gekeken of geluisterd en denk je... van hey, ik vind dit, dit soort gesprekken vind ik eigenlijk wel heel erg leuk en je kent de dus 7D-TV nog niet, uh, abonneer je dan. Uh, vind ik hartstikke leuk. En laat ook eens een review achter uh, bij de podcast als je daar zit. Ben ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Voor nu, dankjewel. Hoi.